Wel, jij is nog eerst 25. 25. Die kanker dan? Ik bedoel, jij, als ze sprak van een tumor, dan jij hebt die gespeeld. Yo, ik had gedacht dat ik begon gym. En toen begon als een klein dingetje groeien op mijn rug. Gewoon vroeg ik waar het is, ze denken, er is een zakje vet. En toen snijd de dokter de aan-in-goeders. En toen figure hij uit, nee, het is zakroom. En zodra hij er al ingesnijd, toen had hij op steroids gezet. Maar nooit gezegd dat hij op steroids gezet had, nee. Ik heb niet meer medische fonds, nee. Toen ging ik die week uit, toe, voor 3 weken strijd. Zes uur de ochtend, tot zes vroeg. Loop in, ik kan hem daar niet. Maar ik weet maar zo'n 10 weken. En onderhand die ding zo groot geworden dat ik net niet meer kon, nie. Dat ik naar het privaat hospitaal te moest gaan, terug gaan naar de dokter, nee. 250.000 rand later. En nou is je gat zo groot. 15 bij 15 centimeter. Maar hij is uit. En hij kan er niks meer maken. We zien het type kanker wat soms al terugkomt. Het is net like zakjes. Sorry, mijn stem. Zakjes wat groeien. Wat je moet uitsnijden. Yes. Ja, dat is terrible.